Vijf punten met u te delen waarvan ik denk dat het van belang is voor communicatie in een veranderende kerk. Een veranderende kerk die vaak deel uitmaakt van meer kerken, van grotere parochies of meerdere gemeentes. En het is ook een veranderende kerk vanwege het feit dat we van meer media gebruik maken. En ook een veranderende kerk omdat we toch ook vaak in die kerk, niet alle kerken, maar de meeste kerken wel, met kring te maken krijgen. En met vrijwilligers die overbelast zijn, dus hoe gaan we daar nou mee om? Wat doen we? En de dingen die ik zeg, die heb ik echt niet van mezelf. Die heb ik opgestoken her en der in het land en in mijn eigen geloofsgemeenschap. Ik kerk in Maartensdijk, dat is een klein dorp tussen Utrecht en Hilversum. Wij horen bij een parochie van 9 kerken. En dat zegt zich uit van Maartensdijk helemaal tot ENS. We hebben ook 1 parochieblad bij de zalige zalm, via de zalige zalm gemaakt en verspreid. En vanuit die optiek praten. Ik begin met het verhaal van afgelopen dinsdag. Ik was in Udenhout. Ik was in Udenhout en het was Allerzielen. Het was daar een soort van Allerzielenviering. Het was geen Allerzielen, maar we deden dat wel. Ik vertelde het verhaal en ik vroeg pauze of mensen misschien hun eigen verhaal konden vertellen. En toen kwam na de pauze, tot ieders verbazing, de pastoor zelf naar voren. En die vertelde over de laatste periode met zijn eigen vader. En daar had hij nooit over gesproken. En hij vertelde over het feit dat hij gebrouilleerd was met zijn vader. Dat het moeilijk was, dat het botste. En dat hij in die laatste fase naar zijn vader toe was gegaan. En dat ze vrede hadden gesproken. En dat ze elkaar omhelsd hadden. En hij vertelde ook dat hij daardoor in vrede, zeg maar, het sterven van zijn vader kon afwachten. En dat toen zijn vader gestorven was, heeft hij de uitvaart gedaan. En een aantal weken daarna droomde hij. En droomde hij hartelijk dat zijn vader tot hem sprak. En hij zei, en toen moest hij een beetje huilen, hij zei, ik geloof in het leven door de dood. En ik geloof daarin vanwege Christus en de opstanding. Maar toen wist ik het zeker. Er is leven door de dood. Mijn vader heeft tot mij gesproken. Dat verhaal is de voorkant van mijn 5 punten. Omdat die 5 punten daarin, zeg maar, resoneren. En het eerste punt is, zorg dat je als communicatie, als blad, als website, wat je ook doet, zorg dat je laat zien waarin je onmisbaar bent. Onmisbaar. Wat is nou het onmisbare van je gemeenschap? Wat is nou de toegevoegde waarde van die gemeenschap? En als je terug, als je herleidt tot de pastoor, dan is het dat je communiceert dat er een leven door de dood is. En dat er heel veel rituele begeleiders zijn, en heel veel curatoria en uitvaartbegeleiders. En die gaan allemaal alles in doen, maar wij communiceren dat we geloven in het leven door de dood. En laat je dat dan merken in je eigen communicatie. Laat je daarin zien dat je onmisbaar bent. Dat je onvermijdelijk bent. En als het niet over de dood gaat, we hebben sinds kort in onze eigen kerk een kleuterkerk. De huisarts is actief bij ons. Jonge huisarts, jonge moeder. De directeur van de basisschool is ook actief bij ons. En die namen hun kinderen mee naar de kerk. Dat leidde tot heel veel irritatie. We hebben geen kres. Al die ouderen begonnen zo te kijken, wat doen die kinderen daar? Ze waren gestoord in hun eigen genoegzaamheid. Het is echt waar, ik heb het meegemaakt, is een ruzie uit voortgekomen. Ruzie in onze gemeenschap. Hoe geef je kleine kinderen een plek in de kerk? Als we allemaal denken feesten vieren bij het jubileum van onze kerk, daar was het namelijk, 50 jaar jubileum. Alle toeters en bellen, burgemeester van de eerste rij. En toen verstoorde volgens heel veel mensen die kleine kinderen het feest. En dat was de inleiding tot het feit dat wij toen zijn gaan praten en 4 keer per jaar een kleuterkerk doen van 9 tot 10. En er waren afgelopen keer 20 kleuters.
20. En we hebben een gemeenschap van 500 mensen. Ga je dat communiceren? Is dat iets wat onmisbaar is? Wat onvermijdelijk is? En hoe communiceren we dat? En we hadden 2 jaar geleden van het een op het ander moment een belletje van de burgemeester. Er komen 100 vluchtelingen. Ik bel de kerk van Maartensdijk, de katholieke kerk. Wil jij vanavond de bijeenkomst leiden met alle inwoners die rondom de sporthal wonen en die dus weten dat er vluchtelingen zullen zijn? En wil jij me helpen de zorgen weg te nemen? Die avond waren zo'n 300 verontruste mensen. Het deed niets van onder in vergelijking met wat we op andere plekken hebben gezien. En ik heb toen de andere kerken gebeld en gezegd, jullie moeten zorgen dat jullie er zijn. We hebben de burgemeester geholpen. En na afloop waren er 50 mensen die vrijwillig wilden zijn in de sporthal bij de vluchtelingen. Dan ben je onmisbaar als kerk. En communiceer je dat dan. En heb je daar. Zo kun je laten zien dat je van toegevoegde waarde bent van de samenleving. Het tweede wat ik wil zeggen is, zorg, en de dingen hangen met elkaar samen, dat je als kerk aanwezig bent in het dorp. Kijk, met die vluchtelingen ligt voor de hand. De burgemeester belt zelf. Maar we hebben straks op 11 november Sint Maarten. Dat is een wereldlijke optocht door het dorp. Maar die eindigt bij ons in de kerk. En dan zijn er 400 kinderen in de kerk. Doe je daarmee, als je zo kerk en leven bij elkaar brengt. We hebben op 19 december de Volkskerstdag, de 50ste Volkskerstdag. Het hele dorp komt in de kerk. En normaal was dat, zeg maar tot ongeveer 10 jaar geleden, in de sporthal. En wij hebben gezegd, waarom doen we dat niet in de kerk? En sindsdien gebeurt dat in de katholieke kerk. En dat betekent dat het hele dorp kerst wil vieren en dat doet in de religieuze omgeving. En zo laat je zien dat je van belang kunt zijn voor het dorp. En wat doe je daarmee? We hebben op 17 december, ik heb het geleerd van de NS, op 17 december hebben wij een gebedsviering. Normaal komt daar geen hond, heel weinig mensen. En nu gaan we lessons en carols doen. En dat betekent dat we het Gooise Kamerkoor gevraagd hebben. En ik kom in processie binnen. En ik weet nu al dat de kerk vol zal zijn. En dat gaan we ook communiceren. Op alle mogelijke manieren. Zorg je dan dat als kerk en dorp bij elkaar komen, bij dat gevoel van Kerstmis, dat je er bent. En dat je dat laat zien. Op alle mogelijke manieren. Het derde wat ik u wil zeggen is, als je communiceert met de kerkraad, of je doet het via de website, of via de app, het maakt me allemaal niet uit op welke manier, maar wat betekent het voor mij? Wat is de toegevoegde waarde voor degene die het leest? Mensen willen alleen maar de dingen tot zich nemen als ze er voordeel aan beleven. Zo gaan ze naar de supermarkt, zo kopen ze meubels en zo gaan ze ook naar de kerk. En zo lezen ze ook dat kerkblad. Waarom zou ik dat kerkblad lezen? En wat betekent dat dan persoonlijk voor mij? En welke elementen breng je daar dan in samen? Ik heb tegen de pastoor gezegd dat het verhaal wat ik vertelde op die avond in Udenhout, dat is persoonlijk voor waarde voor mensen. Vertel dat in het kerkblad. Ze hebben daar een vierkant. Nog niet via de zalenzaal, maar ze hebben daar vier van. Ik zeg, doe dat. Vertel dat verhaal. Want ieder mens denkt dan bij zichzelf, hoe zou ik dat gedaan hebben? En wat zou dat voor mij betekenen? En heb ik wel eens gedroomd van mijn vader, van mijn moeder, als ze er niet meer zijn? En praat ik erover? En deel ik dan het feit dat ik geraakt ben omdat ik de stem van mijn moeder hoor? Die al 12 jaar dood is, in mijn geval. Of van mijn vader die al 10 jaar dood is. Deel je dat. Wat is de toegevoegde waarde voor jou persoonlijk?
vragen ze dat af bij de dingen die je schrijft. En ik ben daarin wel wat praktischer dan Elsbeth. Ik geniet van het vieringsschema. Dat vind ik fantastisch. Want vergis u niet, wij krijgen steeds vaker mensen van andere kerken. Want die gaan gewoon zitten te kijken van waar is de beste voorstelling. Vergis je niet. Zo kijken mensen. En daarom is dat vieringenoverzicht eigenlijk heel belangrijk. Het is het competitieprogramma van de Eredivisie. Je wil weten wie tegen wie moet. En onderschat dat niet. Onderschat dat niet. En onderschat ook niet wat intenties daarin betekenen. Wat het er gewoon staat. Het vierde wat ik u wil zeggen is, zorg dat u een persoonlijke relatie aangaat met de lezer. Een persoonlijke relatie. En daar bedoel ik mee, dat je het idee hebt dat de persoon tot je gesproken wordt. Dat is zo belangrijk. Want de meeste programmabladen, gemeentebladen verschijnen 8 keer per jaar, 10 keer per jaar. En ik zit zelf in de pastoraatsgroep en ik kreeg steeds vaker te horen, jullie communiceren niet goed. Ik zeg, er is toch wel een probleem. En dat verschijnt toch 8 of 10 keer per jaar. En dan krijg ik elke keer verantwoording af, namens de pastoraatsgroep, namens de locatieraad. Dat zijn vaak niet de leukste stukken, dat vind ik namelijk, dat vind ik zelf ook. Maar dat doen we toch. Ja, maar dan is er al zoveel gebeurd. En op een gegeven moment was ik het zat. En toen zijn we de mededelingen voor de viering gaan doen. Toen kregen we daar klachten over, want toen verstoorden we de stilte voor de viering. Dus toen heb ik gedacht, wat doen veel protestantse kerken? Dus voor veel protestantse kerken is het niet nieuw wat ik zeg, maar voor veel katholieke kerken wel. Sindsdien maak ik zelf, met mijn vrouw, elke week de weekbrief. En als het zondag geweest is, maak ik hem alweer voor de komende week. En in die weekbrief staat alles. En sindsdien hebben we geen enkele klacht meer gehoord over het feit dat we niet communiceren. En mensen zijn er dol op. En weet je waarom? Omdat ze het idee hebben dat ze werkelijk persoonlijk geïnformeerd worden. En dat de communicatie van de kerk via programma's, via website en in dit geval via de weekbrief een persoonlijke relatie aangaan. We hebben daar een jaar gevraagd. Wilt u dit ook op de mail? En dat hebben we gedaan met Kerkblads. En sindsdien hebben we van alle mensen die Kerkblads gedaan, want iedereen wil dit, hebben we alle mailadressen. En dat betekent dus ook dat wij nu niet alleen maar die weekbrief kunnen communiceren, maar ook als er wat in de gemeenschap gebeurt, lief en leed, gaat het naar alle mensen die betrokken zijn bij Kerkland. En de meerderheid komt niet in de kerk. En dat betekent dus dat je een rechtstreekse lijn hebt. Voorbeelden van de weekbrief kunt u vinden op de portal van Stapelzal. Je kunt het ook via de app doen. Maar ik moedig vooral de katholieken hier onder u, moedig ik aan om dat echt te doen. Want in een wereld waarin alles groot wordt en waarin je met iedereen verbonden bent, ben je eigenlijk met niemand verbonden. En in een wereld waarin mensen steeds minder lid zijn van verenigingen, van voetbalverenigingen, van de zonnebloem, gaan we vragen hoe moeilijk het is om vrijwilligers te krijgen. Vinden ze het geweldig om elke week dit te krijgen? En dan heb ik dit er nog bij gedaan. Ik ben zelf al jaren geabonneerd in Voetbal International. Ik hou van voetbal. Ik ga graag naar voetbalwedstrijd toe. En als abonnee krijg je altijd op woensdag. Maar de berichten staan er pas op de website op vrijdag en zaterdag. Ik heb als abonnee dus een voordeel. En dat betekent dat je de weekbrief op zondag krijgt in je hand als je zondag hebt. En anders heb je pas 3 dagen op de weg. Dus het is ook een stimulans vanuit communicatie op zich om de mensen bij je te betrekken. En om de mensen werkelijk ook meer te betrekken bij de kerkgang op zondag. En dat hoort allemaal bij de taken die u heeft vanuit het kerkblad, vanuit de website, vanuit de app, vanuit alle mogelijke, Facebook ook, vanuit alle mogelijke relaties.
Het vijfde wat ik u wil zeggen is eigenlijk een samenvatting van dit allemaal. Wij leven in een samenleving waarin mensen nogal een voornaam hebben, een achternaam, maar geen soortnaam meer. Ze horen eigenlijk nergens bij. En ik denk dat we een geweldige dienst zullen bewijzen als we mensen het gevoel geven weer ergens bij te horen. En dat noemt Erik Borgman het nieuwe toebehoren. En dat is niet zomaar een term, maar dit is een diep religieuze term, dat mensen ergens weer thuis zijn. En u kunt met uw parochieblad, met uw gemeenteblad, met de website, met de app, via de weekbrief, kunt u mensen het gevoel geven om ergens bij te horen. Geen enkele andere organisatie kan dat. Politieke partijen niet. Voetbalverenigingen steeds minder. Andere organisaties ook. De kerk heeft daar nog steeds de structuur voor. Doe het! U heeft daarin zo'n belangrijke taak. En dan, vergeet niet om over de binnenkant te berichten. Dat is hier net al aan de orde gekomen. Ik heb hier bij me de radio- en televisiegids van Frankrijk. Le Pèlerin. En Le Pèlerin is een uitgave waarvan ik zou willen dat het wordt niet opgenomen nou, dat het in de KRO-gids ook elke week zo zou staan. Dit is echt geweldige religieuze informatie bij het programma van bij de radio- en televisieprogramma's in Frankrijk. En ze sluiten af, ik leg hem even neer hier, ze sluiten af elke keer met een fantastische pagina. Dat kunt u allemaal maken. Ik geef een hele concrete. Dit is altijd de laatste pagina. De laatste pagina is de belangrijkste pagina. Als je gaat bladeren, begin je hier. Zo hou je vast aan. En wat zijn de vragen? Ik lees even voor. Wat is voor u een goede reden? Dit zijn elke keer dezelfde vragen. Wat is voor u een goede reden om elke ochtend op te staan? Waar bent u bang voor? Wat doet u als u een slechte bui heeft? Wat zou het liefst in uzelf veranderen? Wat is uw verborgen talent? Wat is er over van het kind in uzelf? Als u zou mogen dromen en uw dromen realiseren, wat zou u dan doen? Als u 5 minuten met de pauze mogen praten, wat zou u zeggen? Voor u is Jezus puntje, puntje, puntje. En als u God zou ontmoeten, wat zou u willen dat Hij tegen u zegt? En als laatste, bidden rijdt op. En dan komt er iets. En dat zijn de mooiste uitspraken die je hier krijgt. Het is een heel kort bestek. Iedereen kan dit doen. En op die manier kun je mensen niet alleen een nieuw thuis geven, een nieuw toebehoren, maar ook thuis laten komen in hun eigen ziel. Dank u wel.